Langs de N237, de Utrechtseweg ter hoogte van de Soestdijkseweg, werden woensdag 15 april met groot materieel drie eiken verplaatst. De provincie Utrecht en de gemeente De Bilt verbeteren deze kruising om het verkeer nu en in de toekomst beter te kunnen verwerken. Een van de verbeteringen is het aanleggen van een extra opstelstrook voor het linksafslaand verkeer vanuit Zeist richting de Uithof. Hiervoor moet de Utrechtse weg aan de noordzijde worden verbreed. Deze kluit moet echt eigenlijk handmatig helemaal uitgegraven worden en heel zorgvuldig ingepakt en op deze manier verplaatst. Okay. Maar handmatig betekent dat je toch wel met een graafmachine, hè? Met een graafmachine, precies. Nee. Nee, anders zijn we nog wel een paar weken bezig. De meeste bomen die staan op een bepaalde manier. Jullie verplaatsen ze. Zetten jullie ze dan wel zo terug zoals ze stonden? Ze komen niet op precies dezelfde manier terug zoals ze stonden, maar wij zorgen ervoor dat ze genoeg wortels bij zich hebben en dat ze op een nieuwe standplaats dan weer opnieuw kunnen wortelen. En dan, op die manier kunnen ze zich weer vastzetten in de bodem. Bloemen die keren zich altijd naar de zon. Doen bomen dat ook? Nee, bomen doen dat niet. Nee. Bomen maken wel meer wortels aan de windzijde. Daarom zetten we hem ook waar hij de meeste wortels heeft in de overheersende windrichting. Dat is dus het westen. Dat hebben we wel gedaan. De zon, dat maakt de boom niet zoveel uit. En hoe lang duurt het voordat je de boom verplaatst hebt? Wij zijn een jaar geleden al begonnen met de voorbereidingen. Daar hebben wij de wortels al doorgehaald, zeg maar. Dat hij opnieuw wortels kan maken, dat er een mooie stevige kluit ontstaat. Nu zijn we een week bezig om deze bomen te verzetten. Vandaag worden ze daadwerkelijk gezet, maar we hebben nog een aantal dagen nodig voor de voorbereiding en voor het afwerken van de bomen. Tegenwoordig worden bomen ook wel met een soort schep uit de bodem gehaald. En jullie doen het op een andere manier. Wat is daar de reden voor? Nou, dat is eigenlijk de grootte, het formaat van de boom. Wij doen dat ook met een schep, zeg maar. Maar deze bomen zijn er veel te groot voor. Dus dan moet je een andere methode gebruiken. En gezien de grootte van deze bomen, moeten dus ook heel veel wortels mee. Dan heb je een heel groot gewicht. En dat bepaalt dan de methode. En daarom zijn we op deze methode uitgekomen. Dus dit is de boom weegt ongeveer. Die woog iets van 35.000 kilo. Dus, en dat is veel te groot voor zo'n schep. Vaker video's zien van RoTV? Geef dan hier een klik en op mijn YouTube-kanaal kies je voor abonneren.